Ja, heb je regelmatig vieze dingen die ontvet moeten worden, dan is de ontvettenbak is natuurlijk heel handig. Datona heeft er nu één onder druk. En dat wil zeggen dat er lucht op komt en je hebt je ontvettingsmateriaal. En er zit een thermostaat in. Je ontvetter die wordt ook nog een keer verwarmd om nog beter te kunnen ontvetten. Nou, natuurlijk heeft hij de handschoenen. Dit is je luchttoevoer. Dit is je ontvettertoevoer. Zet je je ontvetter dicht. Dan kun je ook je werkstuk wat je ontvet hebt, kun je ook even droog blazen. Nou, dan hoor je de ventilator aangaan. Heat zetten we niet aan. We gaan hem straks eerst even afvullen met ontvetter. Hier heb je de aansluiting, ontvettingbak, lucht, het regelkastje. Natuurlijk heeft hij ook een aftap voor als de ontvetter erg vuil is. Dan kun je de verse in doen. Niveaumetertje van de ontvetter. En op deze manier kun je hem nu makkelijk ontvetten. En hier kunnen we het pijl in de gaten houden. Nou, er zit nu 10 liter in. En met 10 liter zit hij op 3/4 vol. Dus dat is helemaal prima. Nou, nu hebben we hem gecheckt. We hebben lucht eraan. Vloeistof zit net onder max. Dan kan de power kan aan en de heater kan aan. Nou, dit geeft de temperatuur aan. We zetten hem op 48 graden verwarmen. We hebben hem op 4 bar lucht staan. Nou, deze vieser die gaan we schoonmaken. Dus ik leg hem er vast in en dan kan de boel dicht. Nou, dit lijkt er wel weer een beetje op. Hij ging er zwart in en komt er weer mooi schoon uit. Even een klein doekje erlangs en dan is hij weer mooi fris.